niemand zit er toch zo? Ik kan het gewoon afrekenen. Tieske, ik denk dat we wel kunnen stellen dat jij een goede boef bent. Ja, kunnen stelen bedoel je? Nou, trouwens, ik ben een boef en ik ben geen dief. Nou, harte diefje? Ja, hierna een paar hartjes gestolen. Maar vandaag gaan we producten stelen in de supermarkt en kijken hoe goed de mensheid is. Hoe ze reageren. Maar dan moet jij wel even zorgen dat je die glimlach van je gezicht afhaalt. Thijs gaat uitgebreid winkelen. Ja, wat eitjes in zijn zak. Hij heeft ook nog een beetje dorst. Joep houdt ondertussen alles scherp in de gaten om af en toe ook nog wat olie op het vuur te gooien. Wie ziet het allemaal gebeuren en waarschuwt het personeel? Hoppa, derde been erbij. Wat gek. Denk ze, daar heb je toch gewoon winkelwagentjes voor? Nou, ik doe het wel gewoon in mijn winkelwagentje, hoor. Stel je voor. Stopt die gast nou stokbrood in zijn broek? Stokbrood, een half brood en slagroom. Ja, ik weet ook niet of je dat nodig hebt. Dan moet ik nog wachten. Ik wil hem ook wat geld geven. Ik heb geen slag, hè. Nee, deze mevrouw waarschuwt het personeel dus niet. Wat? Niemand zit er toch zo? Ik kan het gewoon afrekenen. Nou, hij zegt er wel wat van, maar ja, hij waarschuwt niemand. Deze man steekt hier een stokje voor en meldt het meteen bij de manager. Er is geen manager nu, toch? Jawel, hier heb je net. Komt. Zou ik dan niet doen? Zou je nou wat te jatten? Ja. Hij pakt zijn blikken weg. Pak het uit zijn blikken weg. Jammer. Ga ik er even achteraan. Ja, hartstikke bedankt. Heel goed. Mevrouw waarschuwt meteen het personeel. Doet deze mevrouw wat aan de situatie en gaat ze iemand erbij halen? Ik zie haar blik, zij is bang. Ze is bang. Ze is bang. Dus ze gaat niks zeggen. Nee, ik begrijp het ook. Zo'n jongen die stilte. Ja. Wat als zij nou gepakt wordt door die gast? Je weet niet wat die gast natuurlijk gaat doen. Nee. Zij denkt van ja, ik ben hier in mijn eentje. Ik laat hem even lopen. Ja. Het ziet er ook uit alsof ze er juist niks van wil weten. Dus jij denkt, ze loopt gewoon door en zegt nou. Of ze draait zich nu om en doet echt een ratend grapje. Oké, jullie denken dus deze mevrouw heeft tegen de supermarkt. Die ziet deze jongeman stelen, maar ze zegt er niks van. Want dat zien jullie aan jullie mensenkennis. Laten we gaan kijken of je het goed hebben. Mensen reageren als er wat gejat wordt. En nu gaat meteen alarm slaan. Dus gefeliciteerd. Ja, goed gewerkt. Goed gedaan. Jullie hadden het allebei fout. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.